Hij was een gerespecteerd neuroloog tot zijn wereld instortte. Na de Flying Doctor, nu de Lying Doctor. Deze week het verhaal van de neuroloog die loog. Dr. Jansen Stuur, de musical. In het begin van het verhaal is onze held op de top van zijn kunnen. Hij lijkt het antwoord op elke vraag te weten en valt op door zijn nogal opmerkelijke diagnoses. Dokter, ik zweet zo. Dat is lepra, dat heet zo. Dokter, ik hoest steeds. Dat is duidelijk aids. Snotneus. Dat is kanker. Een vratje? De pest. Ik, dokter Jansen Stuur, weet het best. Maar eigenlijk rommelt hij maar wat aan. Jansen Stuur maakt een grotere puinzooi van je hersenen dan een Bulgaarse loodgieter van je keuken. Bovendien verbergt hij een duister geheim. Oké, kom maar even. Ik slik een beetje Xanax en Ritalin. Een beetje morfine gaat er altijd in. Een heel klein beetje Valium op z'n tijd. En een pilletje Viagra voor de zekerheid. Wanneer zijn geheim ontdekt wordt en hij in Nederland zijn beroep niet meer mag uitoefenen, begint Jansen Stuur aan een bestaan in het land waar ze niet kijken op een foute arts meer of minder. Duitsland. Maar ook daar gaat het fout. Gisteren al in Woepertaal een slagader geraakt. En stom in Bonn een hersenkwap aan een anus vastgemaakt. Ik ruik poep. En morgen als de Bundespolizei me mee komt nemen, verwijder ik nog eventjes een nier in Bremen. Maar hoe gênant het ook is voor Jansen Stuur, uiteindelijk zijn het toch weer de Duitsers die het meest voor lul staan. Ja, want ze hadden namelijk ook gewoon eventjes zijn naam op google.de kunnen intypen. Dat is pijnlijk, unheimlich, wist jij dat? Nou Heinrich, we hebben es niet gewoest. Met Wietse de Jager als dokter Jansen Stuur. En dan nu de verdoving. Zo, voel me al een stuk beter. En Mattie Valk als gedupeerde patiënt. Dus hij zegt tegen mij, meneer, u bent zwanger. Nou, ik heb al babyspullen gekocht. 9 maanden later, niks. Dokter Jansen Stuur de musical. Nu al wegens succes verlengd. Ja, dit pak en wegwezen. Wauw, wat een gek. Helemaal de bom. Mattie, Q is good. Fun.